Dit is het weerjournaal van Weerplaza. Vanmiddag lagen er nog dikke wolken boven Nederland, maar we moeten naar het westen kijken en daar komen opklaringen vandaan. Die opklaringen breiden zich vanavond langzaam over het land uit. In het oosten zou nog een buitje kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog met vanavond temperaturen tussen de 18 en 20 graden. In de nacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. In het binnenland wordt het nevelig en er kan hier en daar ook wat mist ontstaan. In het noorden houden we brede opklaringen en er staat niet veel wind. Morgen heel veel zon, vooral in het noorden van het land. Landinwaarts wat stapelwolken en in het zuidoosten misschien nog een enkele bui. Een zwakke tot matige wind uit de noordelijke richting en temperaturen van 23 tot 25 graden. En het kwik loopt de komende dagen steeds verder op. Donderdag is het 27 graden, vrijdag 8 of 29. En zaterdag wordt het tropisch met 30 graden. Dan neemt wel de kans op een onweersbui toe. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl